vanmiddag een absolute topper op het programma. Namelijk FC Twente tegen de jeugd van Ajax. En dan praat ik over de nummer 1 tegen de nummer 2. En nu is Twente een van de weinige ploegen waar Ajax niet erg graag mee speelt. Denkt u maar aan een paar weken geleden nog. Toen verloor Ajax van Twente. En ook de B1-jeugd van Ajax heeft onlangs nog verloren. Ja, en de FC Twente, dat is zo'n beetje de meest succesvolle club van Nederland als je kijkt naar de hoogste jeugdelftallen. Want zowel de B1 als deze A-jeugd staat bovenaan in de landelijke competitie. Wat zou het geheim zijn van FC Twente? Nou, we doen al jaren mee in de top wat de jeugd betreft. Het geheim is dat we een unieke samenwerking hebben met de KNVB-afdeling Twente. Die de scouting voor ons doet. En van daaruit betrekken wij de spelers. En Twente is door de jaren heel een echt voetbal-minded afdeling. Maar dan krijg je weliswaar talenten, maar dan moet je dan ook wel wat goeds mee doen. Nou, we hebben bij ons een goede staf. Met oud spelers, Achterberg, Fred Rutten, Jan Mossing en mijn persoonlijk. Dus dat werkt uitstekend. Dan heb je twee opvallende mensen. De nummer 10, dat is Arnold Brugink. Dat is een fantastische spits, hè? Het is een goede voetballer waar wij gek mee zijn. En we hopen ook dat hij op den duur in het Diekmanstadion gaat spelen. En dan de nummer 11. Dat is een Duitse jongen die daar in het nationale team speelt onder 18. Die komt bij Schalke vandaan. Waarom gaat zo'n jongen bij Twente spelen? Ja, dat is een apart verhaal. Die heeft ons een keer zien spelen. En bij Schalke beviel hem niet zo erg. En het voetbal in Nederland, dat beviel hem wel qua combinatievermogen. En die heeft zich bij ons aangemeld. En vandaar dat hij hier speelt. Vanmiddag dan die wedstrijd tegen Ajax. Jullie hebben nog helemaal niet verloren. Dat gaat vanmiddag ook niet gebeuren? Ja, ik denk het niet. Wij spelen de laatste tijd voortreffelijk voetbal. En ik denk dat het ook vanmiddag gebeurt. En als je goed speelt, dan rolt dat meestal ook een goed resultaat uit. Ja, Twente was dus nog ongeslagen. Speelde wel twee keer al gelijk tegen DWS en tegen de sportclub Feyenoord. Maar verloor nog niet. Ajax met Nordin Wouter, 16 jaar pas, een geweldig talent. Wouter, en hij raakt een lat. Goeie kans direct al voor Ajax. Voor die nummer 7, Nordin Wouter, spelend aan de rechterkant. Na de rust zou hij ook in het centrum worden geposteerd door deze Co Adriaanse. En FC Twente, dat was niet bang voor Ajax. Gesteund door zo'n 2000 toeschouwers. En die Coca-Cola jeugdcompetitie trekt toch al veel publiek, omdat er heel aardig gevoetbald wordt. Twente in de aanval. Brugink wint dat kopduel niet. Van den Berg, die schiet in. Weggehaald door Goyton. En Ajax kan overnemen via Kluivert. De nummer 10 en de man achter de spitsen. Hier Wouter, dat andere talent. Vastgepakt door Melek Jarbug. Van Twente en de vrije trap is voor Ajax. Kwartiertje gespeeld in de eerste helft. Schot dat dan afstuit. En dan kan Moussampa nog een keer uithalen. Maar die gaat meters over. Kiki Moussampa. Spelend, zoals dat bij Ajax heet, op nummer 8. Dus links op het middenveld. Twente met Brugink. Hier met nummer 10. En die scoort. Verrassend in die beginfase. Twente, terwijl Ajax het beste van het spel had. Actie aan de rechterkant. En het is Arnold Brugink die zijn faam waarmaakt. En hij scoort 1-0. Ajax, twee keer verloor de ploeg al een uitwedstrijd dit seizoen bij AZ en Heerenveen. En nu dus met 1-0 achter bij Twente. Kluivert verovert die bal. En krijgt geen vrije trap. En dus mag Twente doorgaan. Matthijs van den Berg aan de rechterkant. De paas op de Vries, met nummer 6. En Schuurink vraagt om die bal. Die staat helemaal vrij. Komt er dan niet uit, maar daar is opnieuw Brugink. 2-0 voor Twente. En weer is het Arnold Brugink, de nummer 10. Goeie voorzet van de Vries. Schuurink die draait wat met die bal. En dan staat Brugink klaar om te scoren. Zijn 9e al dit seizoen. En zo langzamerhand dringt de vraag zich op, wanneer zien we hem in de PTT-telecompetitie? Ja, als het dan hem ligt zo snel mogelijk en dan is het aan mij ligt ook. Maar ik denk dat hij dus nog wat meer moet rijpen voordat hij voor de Eredivisie klaar is. Wat kan die allemaal, die jongen? Ja, ik kan eigenlijk, zou liever gauw zeggen, alles op de nummer 10 plaats. Het is een echte jongen die achter de spits plotseling op kan duiken en een goal kan maken. Dat hebben we net gezien.
Maar je zegt hij is er nog niet. Nee, ik denk dat je gezien de leeftijd van hem en de ontwikkeling kun je hem snel verwachten. Maar we moeten oppassen dat we dat niet te snel gaan doen. Maar voorlopig had hij er dus alweer twee in liggen. Arnold Brugink. Hier weer in duel met Mendel Wietsenhausen van Ajax. En Twente krijgt een vrije trap. Met de Vries en de Duitser Sumelka met 11. En hij is het die schiet. En de lat die moet dan Kasper Nelis helpen, de keeper van Ajax. 2-0 voor Twente. En ook nog een goede kans dus op 3-0. Ajax, natuurlijk technisch vaardig. Natuurlijk een goede ploeg. Maar wat kan het als het achter staat? Te weinig weerstand werd er altijd gezegd vroeger. Nou, met de komst van de Coca-Cola jeugdcompetitie is dat verhaal natuurlijk over. Kluivert met een schot en dat gaat dan wel raak. 2-1. En dan komt Ajax dus toch terug. Nog voor de rust de actie van Van den Berg. Voorzet met rechts. Vierek. De spits goed terugleggen. Doelpunt uit het boekje. Goed inschieten ook van Patrick Kluivert. En dan is het 2-1 en dat was ook de ruststand. Na een hele aantrekkelijke eerste helft. Veel goed voetbal was daarin te zien. Tweede helft met Vierik aan de rechterkant. Zoekt Woter. En die heeft dit balletje in huis. En dan kan Twente via Knapen de gelijkmaker voorkomen. In de kleedkamer bleef bij de Amsterdammers. Hij heeft een heupblessure opgelopen. Wat u niet zag was de blessure die in de tweede helft, diep in de tweede helft moet ik zeggen, de Volendamspeler Koren opliep. Hij brak zijn jukbeen en de Volendammers gingen met 10 man verder. En het doelpunt van de Vrijtas werd dus met 10 man verder gespeeld. Nou goed, dan hebben we het andere oranje gehad. Misschien wel reden om over dat hele belangrijke oranje te gaan spreken, Kees. Ja, dat speelt. De Vitesse en de FC Twente. Dat zijn de ploegen die op de vierde en